Winkeliers in Tamaregio Komowene zijn gisteren door de Economische Controledienst en ambtenaren van regionale ontwikkeling en sport betrapt op vervallen producten en prijsopdrijving. Daarnaast klopten de gewichten van enkele basisgoederen niet met de gewichtsaanduiding. Ook bleek er geen tijdsaanduiding aanwezig te zijn op voedsel die aan bederf onderhevig zijn. Dat zegt districtscommissaris van Komowene Mohammed Shafiq Rajab tegenover onze nieuwsdienst. De komende tijd zullen naar zijn zeggen strengere controles worden uitgevoerd, zoals door president Chadrika Peshat Santokhi is aangekondigd. Deze controles worden uitgevoerd omdat importeurs nu conform de unificatiekoers dollars kunnen kopen bij de Centrale Bank van Suriname. Hierdoor moeten de prijzen van de basisgoederen met 20% omlaag. Wie zich niet houdt aan de regels, wordt onherroepelijk aangepakt, waarschuwt de burgervader van Komowene. De winkeliers die zich niet houden aan de regels riskeren boetes en sluiting van de zaak, onderstreept Rajab.